In de TMB Art Studio heeft gisteren de opening plaatsgevonden van de fototentoonstelling Verborgen koloniaal erfgoed terug naar het volk. De reizende tentoonstelling heeft nu al 6 locaties aangedaan, onder andere in Nederland, Frans-Guyana en nu in Suriname. De tentoonstelling toont historische foto's en films van zendelingen en wetenschappers die de Oukaanse en Saramakaanse Marons en de inheemse trio Wayana en Lokono-volken beïnvloeden. Zwart-wit foto's worden kleurrijk gepresenteerd met traditionele voorwerpen zoals de apinti-drum en de timbe-bankjes. De tentoonstelling bevat onder andere fotocollecties uit de jaren 50 en 60 van de EBG in Zeist, met later toegevoegde foto's van inheemsen. De voorzitter van Stichting Woko Makandi zegt dat er elke keer een nieuwe laag is toegevoegd aan de tentoonstelling. Het is heel bijzonder. Het is een, wat mij toch uiteindelijk altijd bijblijft, het is toch een proces wat je doorloopt. En dat je komt op een gegeven moment in een bepaalde flow, maar je blijft wel in het proces zitten. En nu sta je hier. Ja. Bij Temba Art Studio. En wat mij denk ik nog wel het meest bijgebleven is Woko Makandi. Wat staat voor samenwerking. We hebben iedere plek die de tentoonstelling aan heeft gedaan, hebben we een hele krachtige samenwerking gehad met alle betrokkenen. Hier ook nu weer op Mungo. Met Marcel, Tembe Art Studios, het OMI Instituut. Het wordt alleen maar sterker. En ja, ik zie als ik hier zo ook sta bij dit gebouw, Tembe Art Studio, er zit zoveel geschiedenis, zoveel kracht. Ook de mensen die hier werken, zoveel talent in. Ik denk dat het alleen nog maar groter kan worden. 4 maanden geleden werd de tentoonstelling geopend in het Surinaams Museum in Paramaribo, waar Stichting Kibi ook een bijdrage aan heeft geleverd. Tijdens dit project is er ook een budget vrijgemaakt om de expo in Mungo op te zetten. Pinas benadrukt dat mensen uit het gebied een connectie moeten kunnen maken met de tentoonstelling, wat degelijk gelukt is. En ik schrok vandaag, want we waren bezig met een foto van die mevrouw van Mungo Tapo op te zetten buiten. En 2 schoonmaakster die liepen langs en zeiden van, hey, kijk die mevrouw van Mungo Tapo, Masudu. Begrijp je? Dus dat is die contact, dat mensen die vrouw hebben herkend. Zeg van, oh, dit is een onderdeel van ons. Begrijp je? Dus, en dat vond ik heel belangrijk in het hele proces om dit vorm te geven. Dat we met zoveel mensen hebben gewerkt. En dat is die kracht eigenlijk van samenwerking. En eigenlijk zonder die lokale mensen zouden we niets kunnen betekenen in dat gebied. De tentoonstelling werd voor de eerste keer in het Utrechtse archief in december 2021 gehouden. Tijdens de opening op Mungo waren er ook enkele culturele voordrachten, waaronder een dansoptreden van Tikkelili en een optreden van rapper Lil Young uit Mungo.